zij doorlopen, stelletje olieratten! Het leger wacht op uw bevelen, mijn heer. Waar is Brody? Hij heeft de leiding over dit leger. Het ziet er naar uit dat Brody een beetje ongehoorzaam is. Brody! Nog 5 minuten, Bob! Kom op, vuurspion. Hoe werkt dit ding? Roep een tovenaar op, lamp. Prins Brody, uw vader beveelt u te komen. Ik zei 5 minuten! Oeh, nee. Aanschouw, ik ben... Timitor. Brody, waarom heb jij de violetlamp? Dat is niet belangrijk. Weet u waar de Invincibus is? Natuurlijk. Het is mijn heilige plicht om hem te beschermen. Waar is hij? Hij is verstopt op de vergeten eilanden. Sorry, het is gisteravond laat geworden. Ik had een date. Dat denk ik tenminste. Ik zei net waar de Invincibus was, of niet? Inderdaad. En nu gaat u mij daarheen brengen. Nee, nooit! De enige manier voor niet-tovenaars om daar te komen is met de staf van de eeuwigheid. En die zal je nooit van me krijgen. Oh nee, vangen! Dat ging niet zo goed. Dit zal de laatste keer zijn dat Brody mij laat zitten. Maar jullie, mijn raiders, jullie laten mij nooit in de steek. Wij zullen nooit opgeven. Wij verpletteren Novelmore! En daar is mijn kans om weer vriendjes te worden met heer Balon. Ridder Team 4, dat moet opnieuw! Hey Gwyn, ik heb de verdediging van het kasteel aangescherpt. Top, ik ben het leger aan het trainen. Geweldig! Ja, ik heb ook iets gedaan. Jij hebt koning John naar ons laten luisteren. Dat was het meest belangrijke deel. Ridder Team 4, op mijn teken! Ga, ga, ga! Jij gaat eerst! Nee, jij gaat eerst! We hebben dit geoefend! Maak de lijnen los! Hier moeten we nog aan werken. Kampioenen van Novelmore, ik heb slecht nieuws. Prins Brody van de Raiders weet waar de Invincibus is. En hij is onderweg om hem te halen. Hoe weet hij waar het is? Ik heb hem dat verteld. U heeft het verteld? Wij smeekten u, maar u zweeg. Het was namelijk te gevaarlijk. Maar Prins Brody, onze grootste vijand, vertelt u het gewoon? Als je het zo zegt, klinkt het veel erger. Als hij de Invincibus heeft, is het voorbij voor Novelmore. Arwin heeft gelijk. We moeten hem tegenhouden. Ik moet hem tegenhouden. We doen dit samen, Arwin. Je hebt gelijk. Samen. Dario, jij bent hier nodig. Jouw uitvindingen beschermen het koninkrijk. En Gwyn, jij moet in de strijd het leger leiden. Daarom ga ik. Daarnaast kent niemand Brody beter dan ik. Ik ben de juiste persoon hiervoor. Maar... Arwin heeft gelijk. Doe gewoon voorzichtig. Was je net aardig tegen me? Ja. Dus kom terug, zodat ik weer gemeen kan doen. Niet jij, Timothor. Oh, ja. Ik ben zover. Naar de vergeten eilanden. Een land waar gisteren en morgen hetzelfde zijn. Het is best raar. Jawa, Naira! Als het Arwin niet lukt, ligt het lot van Novelmore in jullie handen. Maar het lukt Arwin toch zeker wel? Ja, ja, natuurlijk. Daar gaan we vanuit. Dag! Wat als hij faalt en Brody de Invincibus heeft? Dan zou ik maar heel snel een nieuwe uitvinding bedenken. Ik moet naar mijn werkplaats. Dario? Dit kan niet goed zijn. Vergeten eilanden.
De Tempel der Tijden! Daar zal de Invincibus vast... Brody. Achteruit, Arwin. Ik mis niet nog een keer. Ik wil niet tegen je vechten. Dat is mooi. Dario zit in de problemen. We moeten hem vinden. Ben je er klaar voor? Brody, de Invincibus zal alles waar je om geeft vernietigen. Dat is wel de bedoeling. Brave meid, blijf. Dario? Dario! Gwen! Gwen, kijk uit! Scribbles? De vrouwelijke krijger. Zo fijn dat je erbij bent. Ik heet Gwen. Oh, dat klinkt niet goed. Dit is zo cool. De boog van Barthethor. De pilaren van gevaar. De sloffen van Twilithor. De Invincibus. Je bent te laat. Of jij bent te vroeg. Dit is niet eerlijk! De Invincibus! Het wordt tijd dat we hier echt mee gaan ophouden. Scribbles, je hoeft dit niet te doen! Oh nee, Gwen. Ik moet dit wel doen. Dit is niet grappig. Je kunt mijn leven afpakken. Maar je kunt niet afpakken wat ik grappig vind. Ik was de adviseur van de koning. Ik begeleidde hem bij alle zaken van de profetie. Alles ging zoals het moest. Totdat jij kwam opdagen. Niks ging zoals het moest. Als je ons had geloofd, in plaats van de woorden op een oude boekenrol, zouden we nu niet hoeven vrezen voor een Raider-invasie. Dan was dit misschien de bedoeling. Maar dat zullen we nooit te weten komen. Gwen! Het spijt me, Dario. Ik heb gefaald. Ridder Team 4, Valam! Ja! Verrader gelokaliseerd! Maar de profetie zegt dat! Generaal Gwyn, het is goed om u weer te zien. Ridder Team 4, het is ook goed jullie te zien. Generaal Gwyn? Gewoon meedoen. Van alle mensen, Arwin! Zou jij het toch moeten begrijpen? Wat begrijpen? Begrijpen dat jij de Invincibus wilt gebruiken om Novelmore te vernietigen? Dat is niet waarom ik hem wil hebben. Vertel me dan de reden. Dat probeer ik, maar je blijft me onderbreken. Nou, schiet op dan. Ik wil de Invincibus, zodat ik hem als geschenk kan geven aan mijn vader. Hij zal zien dat ik wel een waardige opvolger ben. En dan zullen we samen een einde maken aan Novelmore. Je doet dit vanwege je vader? Het is voorbij, Arwin. Laat me los! Ik wil de koning spreken. Ik was de beste adviseur van de koning. Wat maakt het uit of ik het goede advies gaf? Ik ken hem langer dan wie dan ook. Oeh, wow. Is het al zo laat? Theragon Drakenkoning heeft een dutje gedaan. Ze zeggen dat het gevaar nooit slaapt, maar 8 uur slapen voelt toch goed. Theragon, ga je mee? Oh, dank je. Wacht!
Mag ik mee? Er is maar ruimte voor drie. Nou. Dus, Arwin, wil je nog wat zeggen? Ja. Ik doe met je mee.